8 gemeenten werken nauw samen in de regio Gooi en Vechtstreek, die zich met diverse thema's bezighoudt. Ruud Bochart van Gooi TV brengt deze zaken voor het voetlicht in het televisieprogramma Regio Hub. Ronald, jullie hebben besloten hier aan de Kolhoornseweg om zonnepanelen op het dak te leggen. Waarom eigenlijk? We hadden geld in het bot. En het begon eigenlijk met de gedachte van, ja, weet je, we hebben een prachtig dak op het zuiden. En ik had eigenlijk een initiatief om met de bewoners te gaan spreken. En ik heb ze gevraagd van, ja, wat vinden jullie ervan? We hebben geld in de pot, we kunnen dat om gaan zetten naar zonnepanelen, naar stroom. En dus die verduurzaming en het, je koopt eigenlijk stroom met het geld wat in de pot zat. Met die gedachte zijn we van start gegaan. Ging het vooral om, het levert ons geld op? Of zat er ook nog een element bij, het is beter voor het milieu? Nou, eigenlijk niet beter voor het milieu. Daar begon het niet bij. Het is meer van, ja, we hebben geld. Wat moeten we ermee? We hebben net groot onderhoud gehad. Zonnepanelen is eigenlijk een hele logische investering. Het zou uiteindelijk meer waarde opleveren voor het appartement. En we krijgen stroom. Hilversum wil in het jaar 2050 een toekomstbestendige gemeente worden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, voor ons is dat, als Hilversum, is dat een gemeente waarin we CO2-neutraal zijn. Waarin we dus geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Dat is eigenlijk in notendop. En dat je dus zelf je eigen energie opwekt. Maar jullie vinden eigenlijk 2050 te ver weg. Het zou eigenlijk al in 2030 gerealiseerd moeten zijn. Ja, wij maken ons wel zorgen over de opwarming van de aarde. En sowieso het opraken van de bronnen. En dat het allemaal in de atmosfeer uitgestoten wordt. Dus hoe eerder, hoe beter. Ja. En we hebben zelf daarvoor 2030 genoemd. Maar dat is natuurlijk een slag in de lucht. Waren alle 18 bewoners het ermee eens? Ja, in eerste instantie waren er wel natuurlijk wat ouderen die zeiden, ja, het zal mijn tijd wel duren. Totdat we eigenlijk aangaven, het kost geen geld. Want we hebben het in de pot, we kunnen het uit de pot betalen. En het levert je gewoon 20 jaar stroom op als het ware. En toen was het eigenlijk heel snel, toen de mindset was heel snel om naar, oké, dat is eigenlijk wel een andere gedachte. Jullie hebben een aantal doelstellingen, kun je die noemen? Ja, het eerste is dat wij proberen bewoners en bedrijven op te faciliteren en te ondersteunen en op te roepen om hun eigen energieverbruik terug te brengen, dus energie besparen. Het tweede is dat we mensen oproepen om op hun eigen dak zonnepanelen te leggen, want dat is gewoon wel het makkelijkste. Bedrijven kunnen dat ook heel goed, daar heb je hele mooie regelingen voor. Het derde, en dat is ons eigen punt wat we uitvoeren, dat zijn collectieve daken. Je geeft geld aan de coöperatie. Je bent samen dus eigenaar van die coöperatie. En de energieopbrengst van die panelen die daarmee gekocht worden, die is voor de deelnemers. Het is dus eigenlijk alsof je ze op je eigen dak legt, behalve je hebt administratieve rompslomp niet. En ze liggen niet op je eigen dak. De vierde doelstelling is mensen mogelijk maken om echte super groene energie af te nemen via ons. Eigenlijk de energie die we opwekken op die collectieve daken, dat we die ter beschikking stellen van de mensen. Nou heb ik begrepen dat je met die zonnepanelen die 18 appartementen van stroom kan voorzien. Mm-hmm. Maar je kan soms zoveel stroom opwekken dat ook de buren, hè, dus de andere VVE's of de andere woningen in de omgeving, daar ook gebruik van kunnen maken. Ja, de postcode roos regeling. Ja, daar hebben we niet eens over nagedacht. Omdat alle eigenaren toch wel voor waren en die stroom zelf wilden gebruiken. We hebben ook precies een achtal per panelen per appartement, waarmee men zeg maar zo'n 2000 kilowatt per appartement krijgt vanuit die zonnestroom. En dat is precies genoeg. Dus dat hoefden we niet nog een keer te exploiteren naar andere huizen. De gemeente Hilversum wil op zoveel mogelijk daken van verenigingen van eigenaren, VVE's, zonnepanelen aanbrengen. En ook op daken van openbare gebouwen, scholen bijvoorbeeld. Ja. Waarom wil ze dat? Een kleine aanvulling. De gemeente is begonnen met zelf dus 5 grote daken van sporthallen ter beschikking stellen voor ons. Daardoor hebben wij nu een heleboel daken ter beschikking waarvoor wij deelnemers zoeken. Waarom wil de gemeente dat? Dat is gewoon om het daarmee mogelijk te maken om met z'n allen energie op te wekken. En dan liefst niet via windmolens of iets dergelijks, maar gewoon voor wat hier in Hilversum mogelijk is.